hardcore-fan bij Zulte Waregem. Dank u. Nadat jullie er al zelf een tijdje waren uitgeraakt, zijn vanmiddag de clubs er ook uitgeraakt. Waarom heb je voor Zulte Waregem gekozen? Ik vind Zulte Waregem een mooie club. Spreekt mij ook aan qua voetbal, qua speelstijl. Ik ben gisteren komen kijken voor de eerste keer, dus ik heb direct een mooie wedstrijd uitgekozen. En ik hoop dat we die lijn kunnen voortzetten. Ik heb me laten vertellen dat je heel graag naar Zulte Waregem wilde komen. Ja, dat klopt. Ik wou een nieuwe uitdaging. En Zulte Waregem kwam bij mij aankloppen en ik zei dat ik dat heel graag wou doen. Dat ik met volle goesting naar hier zou komen. Ja. Je zei het daarnet zelf al, je hebt gisteren de wedstrijd gezien. Je hebt nog voor Anderlecht gespeeld. Ja. Welk gevoel hou je dan over na zo'n wedstrijd? Ja, ik heb niet echt ik heb bij de jeugd gespeeld bij Anderlecht, maar nooit in de eerste ploeg. Dus ik kwam hier zeker niet om te supporten voor Anderlecht, laat dat duidelijk zijn. Ik vond het gewoon een hele mooie wedstrijd, heel open en super van het resultaat en van de manier waarop, denk ik. Wat is je specifieke ambitie bij Zulte Waregem? Ik wil zoveel mogelijk spelen, goede wedstrijden spelen. Ook af en toe doelpunten scoren, assist geven, zoveel mogelijk. En zo hoog mogelijk in de eindstand staan. Ik denk dat dat het belangrijkste is van dit seizoen. Ik vind het super dat we Europees gaan spelen. Het was nog niet zeker of dat jullie het gingen halen. En toch wou ik naar hier komen, ook al gewoon voor de Belgische competitie. En voor de mooie club Zulte Waregem. Maar dat het Europees... dat het Europese avontuur doorgaat, is gewoon nog veel mooier voor mij. Heb je al even opgezocht over de tegenstanders? Opgezocht niet echt, maar ik ken ze qua naam en waar ze gelegen zijn. Dus, en denk je dat we een kans maken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je veel slechter kon loten qua haalbaarheid. Ik denk dat je wel mooiere clubs kon loten als die drie, maar ik denk dat je wel kans maakt. Ja. Wat is eigenlijk je favoriete positie? Ik denk schakelspeler tussen verdedigende middenvelder en aanvallende middenvelder. Ik denk dat dat mijn beste positie is. Bij Heerenveen heb ik nooit op de 10 gespeeld. Misschien enkele wedstrijden, maar niet zo vaak. En bij Kortrijk heb ik de plaats van de Laplace ook gespeeld. Dus voor mij is dat mijn beste positie ook. Achter u ligt onze sfeertribune. Dat was waarschijnlijk ook wel iets indrukwekkend gisteren voor u. Ja, want ik had ze nog nooit gezien. Ik ben hier nu al 2 jaar weg. Dus... ik heb er nooit mee gespeeld met zo'n tribune achter het doel. Dus ik vond het een leuke sfeer. Heb je hoogtevrees? Hoogtevrees? Ik? Nee. Allee, een beetje. Dan zal onze kapitein die voor u zeker is meenemen naar een gewone wedstrijd. Allee, dat is goed. Welkom bij Zulte Waregem. Dank je.